Van het simpele boomblad naar de kunstmatige textielvezel heeft een lange en vaak moeilijke weg geleid. Om de resultaten te tonen van de samenwerking tussen textielingenieurs en modeontwerpers, diende een show van hoog gehalte, die gehouden werd op en die in het teken stond van de Euromast. Het hoge niveau van deze modeshow was in zekere zin slechts een decoratief element, want ook de nuttige verwerkingen van de dralonvezel waren rijkelijk vertegenwoordigd. Terwijl aan de voet van de Euromast het stadsverkeer zijn weg ging en de haven van Rotterdam de gebruikelijke drukte vertoonde, showden boven de meisjes ensembles met en zonder jasjes en lieten ze zien dat de pothoed nog in de mode is. Veel bewondering genoten ook de strandkostuumpjes van Cloquet, gedragen door mannequins wier figuurtjes als silhouetten tegen het uitzicht van de Euromast bewogen. Men zat hier hoog en droog, maar alles was gedaan om de impressie van een strand te versterken. Hoed, speelbal, zonnebril. Telkenmale werd het beeld van de dameskleding afgewisseld met dat van de Rotterdamse haven. En inderdaad waren beide de moeite waard. Van de omgang van de toren beproefden de mannequins tenslotte met plezier hoe ver het oog reikte.